Yo mensen, ik ben Eker, ik dacht dat we gaan weer verder met Pokémon Fire Red, D-Liter 4. Ik heb jeuk aan mijn kin, dus ik krap. Oh, ja, zoiets te weten. Goed, kut, verkeerde knop. Deze knop dan maar. Pokémon, de volgende is Psychic slash Ghost combinatie volgens mij. En voor mij was de eerste Pokémon die zij erin gaat zetten een Gengar, dezelfde als Spoke. En de Steel en Dark types of moves zijn goed te tegen. Maar ja, verder weet ik niet, ik kan trouwens even nakijken. Waarom is er geen... Wat? Waar is de type matchup list? Wat is dat voor nonsens? In ieder geval, we gaan vandaag tegen deze oude vrouw strijden tot de dood. Oké, misschien niet tot de dood, maar in ieder geval tot de dood van onze Pokémons. Dus, here we go. Een lame gesprek. Geef ik niks om dit gesprek. Echt, ik vind het zo van... Ja, dit is een gesprek. Zeker weten een gesprek. En dan gaan we battlen. En dan is van... Oh mijn god, het is een battle. Oh. Ja. Goed, Gengar. Oh, ik zei het in Gengar. We zeggen monkey. Want ja, ik weet niet zeker hoe en wat. Dus ik zou gaan zeggen... Oh, grof geweld hierop. Goed, ik weet psychisch niet goed tegen... Ghost is er ook niet goed tegen, want Ghost, ja, type tegen hetzelfde type is voor mij nooit goed tegen elkaar. Laten we meteen beginnen met een Mega Kick. Dust Effect, oké. Dan gaan we voor de Normal type attacks, want die doen het sowieso wel. Dark, Steel en Normal zijn dingen die je best kunt doen. Fight, Normal. Dit is Normal, waarom doet dit niks? Cross Chop. Dust Effect, oké. Oké, waarom heeft die dubbelteam is Elite 4? Dan moet ze een nuttige aanval hebben. Ja, dubbelteam is op zich wel nuttig als je het goed gebruikt, maar je weet wat om gaat. Deze heeft een enorme attack, voor de rest weet ik het niet. Laten we maar gewoon Lapras en gaan we kijken wat ze surf doet. Want als die iets doet, kunnen we naar de Hydro Pump gebruiken als dat nog niet goed is. We hebben trouwens een Shadow Punch, boeit me niet heel veel. Een Ice Beam die voor mij heel veel effect heeft, maar dat weet ik niet zeker. Het heeft of heel veel effect of geen effect. Voor mij heeft het nou heel veel effect, want hij raakt in ieder geval wel. Yes. Shadow Punch! Hit me, come on bro. I will win from you. Ik weet nooit wat ik moet doen tegenover Ghost. Ik weet waar ik wel voor kan gebruiken. Maar fijn, weet je, het maakt niet uit. Hij is nou dood. Leopards gain level experience points. Een Golbat. Ben ik bang voor een Golbat? Nee. Golbat is zeg maar voor mij een van de makkelijkste die ze heeft. Die gooi namelijk gewoon alleen weg met een Ice Beam. Is voor mij één keer dood, weet ik niet zeker. Want ik ben ook bijna dood. Wauw. Wow. Ice Bam. Pam. En dan gaat hij neer. En dan ja. Ah, kom op nou, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dan krijgt hij een Hyper Potion. Of Full Restore bedoel ik. Ik had zelfs, trouwens zelf ook een Full Restore moeten gebruiken. Maar dat doet hij nou even niet toe. Een Surfy. En dan ga ik een beetje deze stoel Jensen. Ik weet niet of ik het door heb. Dan gaan we de bank en de bak en de tuk. En een Full Restore op onze Lapras. Onze grote vriend. Misschien niet de handigste. Maar hadden we beter een Max Potion kunnen doen. Maar heb ik nou een Full Restore verpest? Even kijken, ja, ik heb een Full Restore verpest, ook nog meer Max Potions had. En hij had geen health issue, dus ja, het was een beetje useless. Fuck jou, met je air cutter. Dit is echt, maar het lijkt net alsof hij vast op het einde, want hij staat zo stil. Is dit goed of niet? En dit is kut. Nee, laat me raar. Ik durf gewoon niet meer te kijken. Even zo, anders versta je me niet. Ik durf gewoon niet meer te kijken. Oké, even doorklikken. Oké, Lapras. Yes! Hij is neer. Ha. Nice. Ik hoor het water nog eens van. Yeah. Arbok. Arbok is potion. Dat is goed tegen potion. Wat is daar goed tegen? Laat opzoeken.
team match. Dat is waarschijnlijk alleen een battle. Dus potion. Potion. Oh, Pokémon type potion. Grass fighting potion bug. Simpel. Zit er een gras Pokémon of? Ja. Zet een monkey er tegenover. Dat lijkt me geen moeilijke keuze hoor. Als dit zo is, dan zetten we het gewoon zo. Nee, geen probleem. Gaan we dan hopelijk one hit kill. Want we gaan cross chop proberen. En bam, en dan is hij, als het goed is, snel. Oh kut, ik heb het verkeerde gekeken, of course. Kut. Sneller. Oh, Pokémon type. Ground en Psychic. Kijk, dat klinkt op zich wel een stuk logischer. Damn Jeroen, waarom kijk je nou op de verkeerde? Kijk nou, als je bijna dood moet, moet je er weer een potion overheen gooien. Harold, go. Nou, go Harold. Sludge Bomb. Als het goed is, doet dit dan weinig tegen mijn Harold. Haroldje, je kan het. Oké, het doet echt fucking veel. What the fuck? Ik snap hem niet. Wat is dan wel goed tegen? Want een monkey was super ineffectief. Dan gooi je gewoon sparkelen tegen. Yo, fuck this shit. Fuck this shit. Doe je spark. Oké, die aanvoelt voor mij heel weinig. Spark. Waarom ook niet, hè? Goed, dat heeft op zich best wel veel. Maar ik denk dat we hem hiermee nu niet in één klap dood krijgen. Dus wat ik ga doen, ik ga hem nog een keer doen. YOLO, weet je. Ik krijg hem niet dood, maar ik doe hem toch nog. Oké, ogen dicht. Hij is niet dood, hè. Nou ja, hij leeft nog. Krijgt de volgende beurt, krijgt dus een... Fuck, hoe heet hij nou? Hij gaat niet dood. Oké, wat had ik niet verwacht. Ik zou zeggen, oh, die krijgt er wel een full restore. Krijgt hij niet. Een Haunter. Ja, wat hadden we nou net tegenaan zetten? Want ik vergeet. Oh ja, wel een Lapras met een Ice Beam heet het volgens mij tegenaan zetten. Ik weet niet meer. Het was maar het was iets met Ice. Haunter, ja, doei. De Ice Beam, zo heet het. Nou, go. Natex, godverdomme. Ik had sneller moeten zijn. Shit. Fuck, we zijn lul. Want ja, die gekke Haunter moet ons in slaap doen, hè? Nou, dan gaan we Monkey even wat damage laten doen. Trouwens, helemaal geen... Oh, wat ben ik dom, zeg. Monkey had net helemaal geen zin, dan doe ik het alsnog erop zetten. Oké, dit is echt heel raar van hem dat hij dat doet. Maar ik ken net de curse, dan krijg ik iedere beurt wat best wel veel ervan af. Dus ja, dat vind ik een beetje raar. We wisselen gewoon voor Lapras. Geef hem een full restore. Is dat een goed idee? Of zou ik hem een full heal geven? Mean look. Hij heeft ook wat HP eraf. Zo'n 60 HP heeft hij er al af. Daar heb ik ook maar één van. Ja, YOLO, gooi me gewoon op. Zo. Ah, wat jammer. Goed, dan hopen we dat ik nu sneller ben. Hij is sneller. Fuck. Dat is niet chill. Dat is niet chill. Oké, wat hadden we nog iets voor speed? Ja. Speed attack. Drink of potion is raised the base speed attack of one Pokémon. Kunnen we hier nu niet gebruiken? Use. Kijk. Dream Eater. Of course. Ik bedoel, hij gebruikt gewoon mijn techniek. Hè? Van mij die techniek. Goed, en dan gaan we nu er een
restore opgooien. Die is gelijk ook van het slaap af in één keertje. Leek mij handig. Dream Eater but it failed, ja. Dan wil ik nu een Ice Beam erin gooien. Nou ben ik sneller, nou heb ik gewonnen. Yes. Yes, I will win. I won this battle. Yes, yes, yes. Gengar, nope. Hopelijk ben ik nu weer sneller. Hij is wel een hoog level. Ice Beam. Oh, nee, hij is sneller. Hij is nog steeds sneller. Goed, ik ben een tank. Ik heb veel HP. Even kijken zo meteen hoeveel het afgaat met zijn whatever attack is. Dan gaan we gewoon proberen Ice Beam erin te gooien. Nightmare. Ja, hij is gewoon slim bezig nu. Ja, Leopard Found een Nightmare. Niet handig. Niet handig. Zeker weet niet handig. Ik ga best wel veel vanaf heen. Best wel veel. Ik wou deze eigenlijk. Wil ik die doen? Maar ik weet niet of... Vind je... YOLO. Hopelijk word ik snel wakker. Want ik heb niks om snel wakker te maken. In ieder geval. Ja, wel een soort van... Woke up. Yes! I won. Zijn laatste Pokémon kan hij niet wisselen. Voor de mensen die niet weten wat dit doet. Nou is hij over drie beurt getapt. Wordt hij dus de Pokémon's die dit horen. Dus mijn Lapras en zijn Gengar allebei. Hebben dus een lied gehoord. En waardoor ze over drie beurt dood zijn. Tenzij je een van de Pokémon's wisselt. Dus als ik mij nou wissel. Wordt bij Lapras weggehaald. Maar Gengar heeft het nog steeds. Alleen omdat zij Gengar niet kan wisselen. Heeft Gengar het gegarandeerd de dood eraan. Dus doen we nou Pokémon's. Zetten we Charizard ervoor terug in, weet ik veel. Whatever. Charizard erin. Nou, als hij van Lapras is weg, is voor weggevraagd. En dan heb ik Gengar. Ja. Charizard is toch aan het slapen, weet je. Misschien kan hij nou zo wakker worden. Dus doen we gewoon slash erop, zo. Hop, Nightmare. Ah. Oh. Oh, dat is trouwens best wel slim dat hij dat doet. Hey, ik heb nou... Ik heb het standaard... pijn. Maar ja, dan gaat hij nu naar 1 als het goed is. Ja, veld 1, dus volgende beurt is sowieso dood. En hopelijk wordt mijn Charizard nu nog wakker. Kom op, wordt wakker. Jongen, wordt wakker. Oké, hij slaapt nog, jammer. Het is locked in een nightmare. Jammer dat hij nog niet dood gaat, maar fijn. Veld 0 en hij, bam, gegarandeerd dood. Dit is de Kodaa-stijl van Elite 4. Verslaan. Wij gaan dit doen. Wij winnen deze. Nice bitch. What you want, huh? Oud dakkenwijf dat je bent. Oh, zo mooi dat ik dit vind, hè. Boom, die is open. You win. I see. That I see what the old dove sees in you now. I have nothing else to say. Run along now, child. Je weet niet of je raadt nooit wat ik nu ga zeggen. Bedankt voor het kijken. Hopelijk kijk je de volgende keer weer. Doe alvast een blauw duimpje omhoog als je deze video van deze video hebt genoten. En als je vindt dat ik me meer moet verspreken, dan doe je een blauw duimpje tussenin. Niet omhoog, niet omlaag, maar tussenin. Ik ben benieuwd hoeveel mensen dat voor elkaar kunnen krijgen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En hopelijk zie ik jou de volgende keer weer. En zeg nu, later!